Aber waren noch nie begonnen. Nou, daar is het voor maken. Oké. Hallo, ik ben Ozan. Goedemiddag, ik ben Mar. En we gaan vandaag Turkse snacks proberen. Zo, Marijn. Wij gaan vandaag Turkse snacks proberen. Ja. Nuts, nus, nooit. Ik ben wel benieuwd. Nou, wat vond jij hiervan eigenlijk? Ik vond ze best lekker, eerlijk gezegd. Dus eigenlijk een duimpje omhoog. Ja. Top. Dus nuts, 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 niet. Ziet er toch uit als een leger. Ja. Dat heeft met een Turk te maken. Meer een marshmallow, ja. Dus dan heeft heel erg zoet en... Ik had dat heel veel toen ik wat kleiner was. Ik ben Turks, vandaar. De naamwerking staat leuk op, want er staat een grote letter Puff op. Dus je gaat er vanzelf wel van handig uiteraard. De baklava zit hier in een bakje. Pak jij er een? Ja, ik pak er een. Even kijken. Voorzichtig pakken. Nou. Pak er ook een. Zeker. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Lekker, maar heel vet heb ik het idee. Ja, het is volgens mij heel vet. Is in ieder geval lekker. Ja, zeker. Dus duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Zeker wel. Oh, ha! Servetjes. Mag ik er ook een? Oh, natuurlijk. Ja, sorry. Ja, dank je. Oké. Okay. Ja, Turks fruit. Het ziet er zo uit. Ja. Fruitig. Nou, ik geloof dat je daar Turks van gaat kletsen, dus dat lijkt me niet verstandig om het als te nemen. Ja, duimpje omhoog. Twee duimpjes. Het lijkt op zonnebloem. In het Engels zijn het zonnebloemzaden, sunflower seeds. Dus ja, ik ben benieuwd. Ja. Weet je ook hoe je ze moet eten? Volgens mij moet je ze pellen, toch? Of zo? Ik weet het niet. Nee. Kauwen. Kijk. Hier zit ze. Wat je doet is, je doet het gewoon in je mond. Sommige mensen slikken het ook gewoon in. Oké. Maar volgens mij kan je het gewoon inslikken, toch? Ik weet het niet. No, God! Oh, niet inslikken. Niet inslikken. No, God! Oké, okay, dan please, eet ik het no, totaal verkeerd. No, ja, maar nevermind. No. Ik bedoel, no. Eten jullie maar thuis gewoon het zaadje? Ik bedoel, de omhulsel niet. Servetje. Mijn God, ik vergeet het even. Mag ik er ook eten? Tuurlijk. Alsjeblieft. Ik vond niet veel bijzonders. Nee, ja? Nee. Nee, het was een nare ervaring in je mond, zoiets. Ja, wat, ja. Het prikt een beetje. En, ja. Dus eigenlijk voor jouw idee dit? Gewoon zo? Ja. Ja. Oké. Okay. Maar ik vond het wel een beetje een zo. Dit spreek je uit als pishmanie. Je kan het een beetje vergelijken met suikerspin of zoiets. Negerzin. Geen negerzin. Een suikerspin. Suikerspin. Ja, en ik denk dat je dat wel heel lekker gaat vinden misschien. Dat denk ik. Ik wil mijn brein al bij pakken, man. Ja. Ja, ik weet wel. Ik vind het wel een lekker smaken. Het is zoet. Nee, het is vreselijk zoet. Ik denk dat je het gelijk in je allergie stopt. Want je bent het ook gelijk kwijt ook. Echt, je hebt echt niet het idee dat je er nasmaak of een voorsmaak van hebt. Nee, dat is echt drie keer zo. Ayran? Ah ja. Ayran. Wat is dit? Yoghurt. Het is gewoon... yoghurt met zout toegevoegd en dan een beetje door elkaar heen. Dit kan je ook gewoon thuis maken. Het is niet iets waar ik... En ik denk gewoon, ja, duim omhoog. En ayran wordt meestal gedronken bij het dinner. Ik denk dat ze het zout vindt. Het is inderdaad een beetje zout. En het is zwaarder drinken dan gewoon een yoghurt. Wel lekker. Je zit er wel goed vol van. Ja.
Nou, al dit komt uit mijn cultuur als gewoon damn up. Oh, ik ben gewet, man. Dat is zeker aanraden. Ik raad het wel aan. Dat was hem. Ja, dit was hem. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Doei. Ja, ik represent hier de paar meiden. Ik vind het tof, ik hoop dat jullie het tof vinden om te lijken op de paar meiden. Media.